We zijn hier met trainer Philip Cocu. U heeft het onmogelijke waargemaakt. Ja, dat klopt, Jelle. Dus, we zijn ervoor gegaan, een grote verrassing in Doetinchem. En ja, we hebben wat te drinken in de bus, dus we hebben een reden voor een feestje. Heerlijke ontknoping. Ja, het is zeker een hele ontknoping hier. We zijn hier in de spelersbus van PSV. Zojuist Philip Cocu. Even kijken, we gaan hier een stukje verder. We zijn hier bij de keeperstrainer, Ruud Hesp. Oud-keeper van FC Barcelona, niet te vergeten. Wat is uw invloed op deze titel? Nou, die is natuurlijk heel erg groot. Maar ik weet niet. Volgende! Helemaal niet! Helemaal niets in Amsterdam! Oh, nee, nee! Helemaal niets in Amsterdam! Helemaal niets in Amsterdam! Helemaal niets! Helemaal niets! Helemaal niets in Amsterdam! Ik zie een Bavaria en ik zie een schaal. Ja, een Bavaria zeker. En een schaal. Ja, maar het is nog niet de echte. Volgens mij moeten we hem ergens ophalen, maar waar? Ja, ik heb gehoord dat de aanvoerder van 020, Davy Klaas, hem persoonlijk naar Eindhoven kan brengen. Ja? Ja. Of we gaan even langs het huis van Brian Smeets, dat kan ook. Ah, Brian Smeets van de MVV, oud-MVV-speler, heeft ons wel geholpen, ja. Nou, zeker, maar... Hoe lang moeten we nog rijden, man? Ik wil feesten, ik wil zuipen, ik wil gek doen, man. Oké, dan ga ik even aan de andere spelers vragen. Dat is goed, Jurgen Locadia. En Jeffrey Brums. En Jeffrey Brums. Voor jezelf, ja. Jongens, zeg eens even, wat gaat er door jullie heen? Hij mag het verwoorden, ik heb er geen woorden voor. Weet je, we zijn terecht kampioen geworden, man. Iets harder, alsjeblieft. We zijn terecht kampioen geworden. Ik hoor je niet. We zijn terecht kampioen geworden, man. Ja, dat heb je zeker. Dat vind ik ook. Echte ontlading. Twee keer op rij, jongens. Ongelooflijk. Steven, hoe was jouw dag? Vertel eens even, hoe ging het allemaal? Het was spannend, man. Spannend. Heel erg spannend. Ja, ja, ja. En wat heb je allemaal gedaan op die tribune? Ja, ik was met twee... ik was met twee wedstrijden bezig. We zijn hier bij Hector Moreno. Hoe is het, man? Oftewel El Patron. Como esta? Muy bien, muchas gracias, Pablito. Tú? Muy bien, muchas gracias. What is your feeling? What is your gevoel? My feeling is great. It's an amazing feeling. I cannot describe what is this. And I'm so happy that I just want to drink and just want to enjoy. Je hoort het, je hoort het. De ervaren Hector Moreno. En dan gaan we helemaal naar achteren toe. Kom maar mee. Sorry. Ja, hier zitten nog wat jongens aan. Om te beginnen met... Santiago, Arias? Ja. Hey, what is your name? Santiago Arias. Hey, you from? No, man, no phone, no phone. Where you from? Ah, we're from Colombia. Colombia? Yeah, papi. Ah, you a patron? Patrol the mal? El patron, papi, always, always. Hey, what is your feeling, man? What is what? Your feeling. ¿Cómo me siente? I'm so happy, man, so very, very happy. And your feeling? Very happy. What is the name of the trainer? Philippe Cocu. Who? No. Philippe! Okay, man. We have another guy here, man. Oh, sorry, it's Nederlands. PSV, natuurlijk. Zit hier met Davy Prupper. Met de umlaut op de O. Davy, jouw eerste kampioenschap. Gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen? Wat gaan we ermee doen? Eerst even een goed feest vieren, denk ik. Waar? Eindhoven! Hoe laat? Meteen! Waar zijn we nu? In de bus! En waar ben je? Onderweg! En wat zeg je? We gaan feest vieren! Ja, feest vieren, je hoort het! Ja, en hier hebben we de DJ. Remco Pasveer. La 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 la. En hoeveel watt heeft deze speaker? Niet genoeg. Niet genoeg watt, je hoort het. En we zijn hier nog met Svenli Alberto Yaya. Scooterboy. Uit de jeugd, zijn eerste kampioenschap. Svenli, dit is een jongensdroom. Ja, het is mooi om mee te maken, kampioenschap van PSV. Ja, dat had ik vorig jaar ook, mijn eerste kampioenschap. Maar wat denk je wat er gaat gebeuren, jongen? Vertel het eens. Heel veel drank en heel veel feesten. Dit was reporter Jorrit. Ter vervanging van Jelle in de spelersbus van PSV. Ik wens alle PSV-supporters heel veel plezier morgen op Stadhuisplein. We zien jullie daar en bedankt voor alle steun. Houdoe!